René? Ja. Een Scania van In het Veen. Ja, dat klopt. Wat doe je ermee? Ik rij gevaarlijke stoffen. En dat rij ik in een lijndienst van Duitsland naar Nederland. Elke dag hetzelfde ritje? Elke dag hetzelfde ritje. Heen en terug op één dag of sta je heen over? En terug op één dag. Dus naar je auto kijken? Prima. Nou, dit is het bordje. Dat is een bordje. Dus als u thuis zich afvraagt wat hij nou precies vervoert, zoek deze code even op en dan weten we het. Ik snap het niet, maar het komt vast goed. Hey, In het Veen. Ja. Je herkent hem onmiddellijk aan de lichtblauwe kleur, de witte accenten. Is deze standaard zoals alle In het Veen auto's? De beleidingen zijn allemaal hetzelfde. Of je nou een Volvo hebt of een Scania, zeg maar. Wat heb je eraan, wat heb je er zelf anders aan gedaan? We hebben de uitlaten erop gezet. De opbouw hebben we samen allemaal een beetje gekeken en gedaan en doorgesproken met de opbouwer. Ja. En toen is het resultaat geworden. Dit is het resultaat. En ben je er blij mee? Super. Ja? Ja. Je zegt de uitlaten, twee staande pijpen. Twee staande pijpen. Ja. Ja. Nou weet ik dat er een aantal staande pijpen uitlaten die zijn functioneel en sommige die zijn gewoon hartstikke... Ja, deze zijn ook hartstikke nep. Hartstikke nep. Ik heb ze van boven dichtgelast. Of hebben ze gedaan, ja. Zodat je ook onderweg geen discussies krijgt van kan het niet. Ze kunnen het gewoon niet, ze zijn dicht. Ja, ja. Achterkant is hartstikke strak, ja. Mooie lampjes boven je cabine, traanplaat erop. Heb jij dit nou gedaan of heb jij dit laten doen of heeft elke auto van In het Veen? Elke auto van In het Veen heeft het. Die ziet er zo uit? Die heeft het, ja. Okay. Heb je een goede gewoon een standaard. Standaard bij ja. Kees in het Veen. Hey, en dan een trailer erachter. Ja. Het is wel acht. Gevaarlijk spul. Gevaarlijk spul. Wat wil je nog verbeteren aan deze auto? Niks meer. Niks. Hij is helemaal klaar. Ik ben er helemaal gelukkig mee. Ja. Kom lekker bij. Zullen we even binnenkijken? Ja, prima. Ja, ik hou hiervan. Want dit is namelijk lekker simpel en lekker strak. Het is bruin. Het ziet er heel rustig uit. Ja, ik heb. Het is hetzelfde zoals ik ben. Rustig. Hier hoeft ook niks meer aan te gebeuren. Helemaal niks. Nee. Nou. Dat is gewoon af. Ja. Je ziet eruit als een tevreden chauffeur. Ja, ben ik ook. Ja. Nou, wens ik je veel succes. Dankjewel. De verkiezing van de mooiste truck van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door BF Goodrich. Real tires for real truckers.